Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren... ...voor de laatste etappe van deze Tour de France 2024. Etappe 21, die ging van Monaco naar Nice. Een 33,7 kilometer lange tijdrit, waarvan de eerste 2,5 kilometer nog vlak zijn. Want daarna gaat het omhoog met de klim Turbie 8,1 kilometer aan 5,6 procent. En in het verlengde van deze klim na een kleine afdaling van ongeveer 3,4 kilometer... Moesten de renners nog over de laatste obstakel, de Col de een stevige klimmer van slechts 1.600 meter. Maar wel 8,1% gemiddeld met nogal meerdere steile stukken boven de 10%. En na de top volgt er nog een afdaling van 16,6 kilometer naar de finish. Ondanks dat de top 3 op voorhand al vast had, stonden er nog wel een aantal dingen op het spel in deze tijdrit. Zoals natuurlijk de etappe Tussen Evenpool, Vigna en Pogacar. Maar binnen de top 10 was er ook nog wel degelijk nog wat om voor te strijden. Een seconde verschil tussen Adam Yates en Carlos Rodriguez. Voor plekken 6 in de Tour Jurgensen met 24 seconden voor G. En Buitrago moest 22 seconden pakken op g Om de nummer 10 in het algemeen klassement te worden. Aan het begin van deze tijdrit zag je echt wel een aantal renners. die uh, wisselden van normale fiets. naar tijdritfiets of uh, andersom. Maar ik had niet verwacht dat twee klasse dat ook zouden doen. Felix Gal en Julio Ciccone wisselden van fiets net voor de top. van uh, de Col en Een Hele rare keuze, vind ik. gezien je gewoon over het hele parcours. sneller bent op de tijdrit. fiets niet voor niets. Dat alle andere klasse buiten Gal en Ciccone dat ook deden. Jurgensen die moest dus meer dan 23 seconden, uh, niet meer dan 23 seconden verliezen op G, om dus die achtste plaatsen te behouden. En op het moment dat hij viel, wat hij viel na ongeveer vier minuten in de tijdrit, is het echt heel knap dat hij uiteindelijk met meer dan de 20 seconden voor Derek G is gefinished. Want ik heb vaak het gevoel dat toch een redelijke klap is voor je zelfvertrouwen als je nog uh, ja, gewoon uh, kort uh, in de tijdrit dan al uh, gaat, uh, valt. Het was niet heel erg hard, het was niet heel serieus, maar ik heb toch al het gevoel dat we wat zelfvertrouwen weg gaan nemen en Jurgensen die was ook de snelste achterpokaat in de afdaling van iedereen, dus complimenten voor Jurgensen met de val vierde worden in deze tijdgiet met een mooie achtste plaats in het algemeen klassement als beloning voor de etappewind was er natuurlijk tussen drie man Evenepoel, Pogačar en Vingegaard en het was een klein verschil bij tussenpunt 1 want Pogačar was slechts 9 seconden sneller dan Vingegaard. En 26 seconden op Evenepoel. Dat was wel een aardig zat. Dus op dat tussenpunt wist je al eigenlijk Evenepoel gaat het niet meer goed maken met nog een steile klimmer dus die er aankwam. Bij tussenpunt 2 wist je eigenlijk ook al wel deze tijdrit is beslist want Vinga die verlengde zijn voors Sprong wel naar 27 seconden op Remco Evenpoel. Maar ah, die pakte in 8 kilometer tijd van tussenpunt 1 naar tussenpunt 2. 17 seconden meer op een Vingergaard. Dus dan weet je met nog een afdaling te gaan tot het finish. Dat vingerkaart en ook zeker Evenpool niet een halve minuut of meer. In het geval dus van Evenbol goed gaan maken. Heel misschien in de afdaling als vocacer geen risico's dan. Maar ook in de afdaling ging hij zo hard en uh, zo hard mogelijk. En heeft hij. Alle risico's van 10 ook nog genomen. Waardoor hij de enige renner was in de afdaling. Die onder de 11 minuten. De, ja, deed met een gemiddelde snelheid van 65 km per uur. Wat gemiddeld 2 km per uur sneller was dan de snelste renners naam in de afdaling. En dat was de Jurksen. Dus op alle punten was Boca de snelste. En daardoor wint hij de tijdrit. En zijn zesde etappe in deze Tour de France. Hij had deze tijdrit denk ik ook nog een stuk sneller kunnen rijden. Zeker in de laatste. Vijf minuten waar hij langzamer was dan een buitrago, maar in de laatste paar kilometer. Was hij gewoon aan het genieten van die zesde etappe winst. En natuurlijk ook de derde toer winst voor hem. Wetende ook dat hij meer dan een minuut voorsprong had op Vingeraar, Die op een minuut en drie seconden uiteindelijk tweede is geworden in deze tijdrit. Vingeraard eindigde elf seconden voor op Evenepoel. Evenepoel heeft dat in dat laatste vlakke stuk van vijf kilometer nog wel wat de tijd goed gemaakt op Vingeraar, Maar het was niet meer genoeg voor een tweede plek in deze tijdrit. Jurgensen vierde op 2 08, 10 seconden voor Almeida. En 23 seconden voor G. Waardoor Jurgensen dus de achtste plaats bouwt in het klassement. Landa enorm. Goede tijdrit op 241. Hetzelfde geldt voor Tegade, Die toch maar mooi tussen die grote klassementrenners staat op plek 8. Buitrago 9e. En LMJ. Carlos Rodriguez was al minder natuurlijk in de derde week. En eindigde 17e op 3,53 had ik er gewoon de hele tour ietsjes meer van verwacht. Richard Carapaz is in zijn bergtrui veilig over de finish gekomen. Dus hij wint het bergklassement. En Guillaume is ook veilig over de finish gekomen. En hij wint dus het de groene, het de puntenklassement. Geen grote verandering in de top 10 van het algemeen klassement. Pogaccia die wint de Tour voor de derde keer. Met een gat van 6 minuten en 17 seconden na Jonas Fienka. En 9 minuten en 18 seconden na Remco Evenepoel Morgen, en anders denk ik dat het woensdag gaat worden, komt er de uitgebreide een grote terugblik online op deze gehele Tour de France 2024. Ga ik alles bespreken. Van alle klassementen tot de tegenvallers. De positieve renners die heel erg, ja, erg verrasten moet ik het zeggen. Mijn algehele beeld van de Tour. En nog zoveel meer gaat dat allemaal voorbij komen in die mega terugblik. En hierna komen natuurlijk ook nog genoeg video's aan over de Olympische Spelen. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken. En voor het luisteren naar deze video. Vonden jullie deze video leuk. Doe dan zeker even de duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte. Van de komende video's die online gaan komen. Morgen en dus anders woensdag. Die hele grote terugblik online op de Tour de France 2024. En ik denk dat het gaat zijn vanaf donderdag of vrijdag. Want dan wordt er al gesport in de Olympische Spelen. Dan komen daar dus elke dag ga ik het proberen om een video online te krijgen. En ik ga met name gewoon inzoomen op de Nederlands. Maar natuurlijk ook op de grote buitenlandse sport. In ieder geval heb ik er heel veel zin in. Het is even schakelen zo snel van de Tour de France naar de Olympische Spelen. Maar ook de Olympische Spelen heeft natuurlijk een wielren. Met de tijdritten, al dit weekend. Daar ga ik ook uitgebreid op voorbeschouwen. En natuurlijk op het terugblik. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie heel graag terug bij de volgende. Later.